U ziet de opstelling van Groningen met dus nog steeds de drie centrale verdedigers met Misevic, Chabot en Tewierik. Zeefuik en Handwerker als aanvallende backs. Middenveld Roestic, Breij is daarbij gekomen. Dat zal de meest aanvallende middenvelder zijn samen met Doan. En Warmerdam dan weer iets controlerend samen met Roestic. En Pol is de spits. Geen Mahi, geen Cachera. Zitten allebei ook niet op de bank. Er was nog her en der nog wat verbazing over, maar die zijn gewoon allebei ook niet fit. Cachera heeft eigenlijk de hele week zo'n beetje niet meegetraind. Mahi wel veel meegetraind, maar blijkbaar toch niet fit genoeg. Nou, voor de stil en pad scheidsrechter Van Boekel en bij AZ de opstelling. Met vrijwel dezelfde namen als vorige week. Ja, 4-3-3, 4-4-2, het is maar hoe je het neerzet. Dit zal ongeveer de achterhoede zijn, dat klopt waarschijnlijk toch wel. Met Aujan Koopmeiners, Hatsi Diakos en Van Rijn. En dan is Mitja de meest controlerende man. Goedmondson de diepste man op het middenveld. Til een beetje vanaf links. Svensson wat hangend vanaf rechts. En dan Johnson in de spits en Idrissi vanaf links. En her en der nog wat oppeppende woorden. Er staan mensen wat achter alle zitplaatsen, omdat ze dan droog staan. Maar het is toch opvallend leeg. Het lijkt met de week leger te worden, het stadion van FC Groningen. En dat is zorgwekkend. Weer slordig balverlies van Groningen. Idrissi, Svensson, Idrissi. Ja, dat is bijzonder natuurlijk, oud-Groningen. En nu is hier Pol. Heeft Breij bij de tweede paal. Breij is nu kansrijk. Of Doan, voor wie kiest hij? Ja, hij kiest voor geen van beiden, voor een hele slechte paas. Daar heeft de spits veel tijd nodig. Dat kan alsnog geen probleem zijn als hij dan de juiste oplossing vindt. Maar dit is veel tijd nemen en dan alsnog niet een van de twee stelling brengen. Idrissi. Goedmondson, gewoon de bal weer terug. Svensson zoekt natuurlijk Johnson. Die kopt en die komt raak. Het is de treffer van Johnson. Op een heerlijke assist van Jonas Svensson. Ja, die krijgt de knuffel, want daar is de spits blij mee. Buiten het bereik van Pat. Ja, en mooie reactie toch ook van Johnson. Dat hij meteen weet naar wie hij toe moet. Ja, hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd voor buitenspel. Dus toch net aan buitenspel. Geen 1-0 voor AZ. Ja. We zagen het natuurlijk ook vorige week. Ook toen was Groningen de club die daarvan profiteerde tegen Ajax. Het is een fractie. Ja, linkerbeen. Daarmee kan je buitenspel staan. En dan wordt er dus buitenspel gegeven. Handwerker. Is de paal Pol. Daarachter is Doan. Ja, is niet de logische kopper van de twee, zal ik maar zeggen. Deed nog wel een dappere poging. Zeefuik goed. Doan, met zijn voeten is het kansrijker. Ja, zo zeker. Ja, Pol moet zich strekken. Lastige bal voor de spits. Doan, nu geven. Wacht nog even. Dan is de ruimte voor Breij weg. Ligt hij misschien nog wel voor Handwerker. Chabot. Oh, kijkt hij erg ver voor zich uit. Toch nog Breij. Doan, Breij. Pol. Hens gekleed. Leek me niet. Mitje. Chabot helemaal daar. En nee, die wint dat nu wel. Reglementair natuurlijk. Nog een Chabot. Goede bewegingen. Geen slechte voorzet. Groningen met 6 man in het strafschopgebied. Daar is Chabot en daar is de treffer. Hij heeft moeten wachten op zijn basisplaats. Tegen Ajax was die kans er. Nu maakt hij voor FC Groningen het eerste doelpunt in dit stadion dit seizoen. Kostte bijna 1 miljoen euro. Jonge verdediger gekomen van Sparta. En eindelijk heeft Groningen dan het eerste doelpunt in eigen stadion te pakken. Goed gekopt. Niemand bij AZ bij de tweede paal neergezet. En Chabot doet dat heel sterk. Goedmondson. Til later voor Svensson. Svensson houdt hem binnen. Dan is daar Idrissi en daar is de gelijkmaker. De oudspeler van Groningen. En dan heeft Svensson denk ik alsnog zijn assist te pakken. Nadat die vorige niet doorging op Johnson.
zie ik niet direct reden om deze af te keuren. Svensson kan hem nog net binnenhouden hier. Dan raakt niemand daar die bal. Schiet Idrissi hem erin. Heerlijke treffer hoor. Oh, Zeefuik geeft aan op de bal. Die mening deelt van Boekel. Idrissi zit nog even, want die denkt, ah, daar werd ik ook een beetje meegenomen. Nee, Far heeft toch aangegeven dat hij ergens naar moet gaan kijken. Gaat hij kijken naar die actie van Zeefuik op Idrissi? Want hij wijst een beetje naar de zijlijn hier. Ja, daar kijkt hij dus inderdaad naar. En rood voor Zeefuik. Var komt Groningen te hulp, zodat het geen 0-1 wordt. Maar de besluit nu om Van Boekel maar eens te laten kijken naar die actie van Zeefuik ten opzichte van Idrissi. Waarbij dus her en der de conclusie was, nou, hij speelt de bal. Idrissi dacht van niet. En Idrissi heeft gelijk, dat sowieso. Roorda doet het verstandig, haalt Zeefuik daar weg. Geel is er nog voor Roestic. Voor protesteren. Pol komt aardig uit. Dan is het nog een corner. Ja, er was 2 minuten extra tijd aangegeven. Vanwege de VAR bij die eerste treffer van AZ. Die werd afgekeurd. Dus dan zitten we in de 4e minuut van de extra tijd. Strakke bal. En een strafschop voor Groningen. Ook nog in de extra tijd. Dit ontwikkelde zich toch niet tot die bizarre wedstrijd die we nu hier aan het zien zijn. Van Boekel kijkt. Die heeft het allemaal in de gaten. Til houdt vast. Til houdt vast. Til houdt vast. Groningen met 10. Maar wel met de kans op 2-1. Leeds Doan of Bizot? Het woord Bizot. Bizot pakt de strafschop. Het is meteen rust. En tijd om even bij te komen lijkt me. Want een bizarre slotfase van deze eerste helft. Koemanson. Oh, heerlijk gegeven door Van Rijn. Nog een keer breed en gepakt door Sergio Pat. Schitterende aanval. Misschien moet hij gewoon meteen zelf schieten. Nu is het schot daar van Mietje. Daar was Reis even. Mooi gespeeld. De Til. Redding Pat weer. Johnson weer Pat. Maar de doelman heeft al wat foutjes gemaakt dit seizoen. Niet altijd nog in die vorm die we van hem kennen. Zeker niet van vorig seizoen. Nu heeft hij aan het begin van de tweede helft toch een paar hele belangrijke reddingen te pakken. Handwerker ineens. Absoluut geen buitenspel van Warmerdam. Hoe is de voorzet? Doan biedt zich aan. Doan laat lopen. Prijs schiet er maar niet in. Wat uitstekend uitgespeeld door Groningen. En de oud-jeugdspeler van AZ heeft de 2-1 op de schoen. Roestic, Doan, Tewierik, slim overstapje, Doan, nederlaag van Bizot. Maher, paasje is slim gegeven, Groningen heeft genoeg mensen in het centrum, ook Svensson kan zo oppikken en dan is daar geen echte kans voor Seuntjes, die raakt namelijk de bal niet naar de tegenstander. Nietje, daar is de volgende kans voor AZ aan staan. Idrissi moet hem leggen op Til. Ja, dat moet eerder. Til had ruimte. Maar te laat gezocht. Oh, Svensson. Ja, die wordt zo aangespeeld. Dat is toch niet handig, want dat is een van de betere bij AZ vandaag. Goedmundsson. Nu is daar de ruimte voor Mietje. En dan is het raak. En leidt AZ toch. Het is een slordig balverlies van Groningen zelf. Wat leidt tot deze treffer. En Mietje maakt hem. Goedmundsson geeft hem. Mietje staat helemaal vrij. En dan heeft ook Pat een keer geen kans. Geel intussen. En nog een keer geel. Goedmundsson heeft ook geel. En Roestic heeft geel. Die had al geel voor protesteren. Dan krijgt hij rood. Tweede rode kaart voor Groningen. Roestic die geel kreeg bij protesteren bij de rode kaart van Zeefuik. Intussen lopen een paar zetters naar Goedmundsson toe, zo van, ga jij je even beheersen? Maar ja, Goedmundsson heeft geel. Hem deert dat nou niet enorm. Roestic heeft voor hetzelfde incident ook geel. En hij moet er met rood vanaf. Want voor hem is het zijn tweede. Nu is het 9-11. Ze zoeken elkaar een beetje op.
zou ik zeggen, niet zo heel veel aan de hand. Ja, nee, er is heel weinig aan de hand, moet ik zeggen, hoor. Nog een volgende kans voor Seuntjens. Probeert om pad heen te gaan, dat lukt niet. Maher in de korte hoek is het dan toch beslist. Heerlijk doelpunt van Adam Maher. Seuntjens krijgt de tijd om de paas te geven, wat Svensson daar wat in de weg loopt. Het is echt een heerlijke treffer, hoor, van Adam Maher. Tijdje weg geweest, dat was niet altijd een succes. Weer met open armen ontvangen in Alkmaar. En zijn eerste doelpunt in meer dan 5 jaar voor AZ. En Groningen verliest ook de derde thuiswedstrijd van het seizoen, maar krijgt nu wel een luid applaus door de manier waarop het is gegaan. Een hoofdrol voor de arbitrage. Af en toe geholpen door de VAR. Komt toch wel uiteindelijk steeds tot de juiste beslissing. We voelen de Groningen supporters soms wat bestolen. Maar verliest het uiteindelijk met 9 man